Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal. Nou, zoals jullie zien gaan we weer Junior Detectives groep 5 spelen. Het mysterie van de verloren stad. Ik heb dit spel gevonden bij een kringloopwinkel in Doetinchem. Een van mijn vrienden die had hem daar toevallig zien liggen. En die had het aan mij doorgegeven. Nou, ik ben daar vandaag naar toe gegaan. meteen aan mijn werk. Dus ik heb eigenlijk de hele dag niks gedaan dan of lopen rennen om te werken, of in de brandende zon gestaan, of op een bus te wachten, of iets anders gedaan waardoor ik helemaal vermoeid ben geraakt. Maar ik vind het heerlijk dat ik deze twee nieuwe spellen nou in huis heb. En die tweede die komt er ook aan, dat is mijn favoriet. Maar omdat, omdat dat dus mijn favoriet is, heb ik besloten deze eerst te doen. Ik heb trouwens net wel op het nieuws gehoord dat het morgen 29 graden wordt, woensdag 21 graden, donderdag 32, of sorry. Hey, dit lijkt niet op de verloren stad. Verloren stad, verloren ben je. Leuke vleermuis. Ja, draai je maar gauw om en ga terug. Dat kunnen we niet, denk ik. Dat is waar. Tenzij je kunt vliegen. In elk geval moeten ze hier weg. Wat zeg je van een conferentie? Oké. Dit gaan we doen. Oké, we besloten dat we niet willen dat je blijft. Dus we gaan je helpen. Die stad is ongeveer 4 bomen die kant op. Nou, zeg niemand dat we je hielpen. Opkrassen. Oké, we gaan al. Kom op, Marco. We gaan naar die stad. Leuke personages. Nou, we zitten nu in het bomenrijk. Wat betekent aardrijkskunde? Ik zet aardrijkskunde meteen op het topniveau, omdat dat een van mijn favoriete vakken was. Wat was ik nou net ook alweer aan het zeggen? Maar ja, ik heb de hele dag gerend. Behalve als ik ergens op een bus stond te wachten. Nou ja, ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Laten we gewoon maar gaan spelen. Geweldig. Neem me niet kwalijk. Weet u de weg naar de oude stad? Ja, sorry hoor. Ik ben zo'n pechvogel. Ik stootte de pijler af die onze plaats aanwijst op deze kaart. De kaart laat zien waar de oude stad is. Maar we kunnen jammer genoeg niet meer zien waar wij zijn. Probeer uit te vinden waar wij zijn. Dan weet je ook meteen de weg naar de verloren stad. Kim. Met deze hints kunnen we vast wel uitvinden waar we zijn. Nou, je bent uitgevogeld, zet dan de grote. Nou, je bent hier, je bent dichtst. Je bent in de stad die het dichtst bij deze coördinaten ligt. 3 graden zuid, 61 graden west. Ik was vreselijk goed met dit soort dingen op school. Ik vond dit ook echt leuk. Ik vind het jammer dat ik het maar 2 jaar gehad heb. Dus, nou ja, we gaan gewoon door. Nee, dat geloof ik nu echt. Deze dan? Nee, dat is misschien. Oh ja, ik weet het nu weer. Goed werk. Oké. Zo, welke tak nemen we nu naar die stad? Eens kijken. Kijk, het is deze tak hier. Marco, daar gaan we! Deze dus. Marco gaat er heel voorzichtig overheen als bij de brug. En Kim vliegt er overheen als de een of andere bezetene. Kijk, en daar hebben we de verloren stad. Wauw, kijk, de oude stadspoorten. Kom. Ik wil niet springen. Liftnummer 270 is uitgesteld.
Ik wil jullie graag helpen, maar ik heb geen tijd. Ik moet deze 6 klanten helpen. Kunnen wij u helpen? Ik weet wat. Als jullie mij helpen, vlieg ik jullie naar de oude stad. Die vogels willen ergens naartoe op vakantie. Maar volgens hun vakantieplannen willen ze naar verschillende continenten gaan. De eerste vogel wil naar Noord-Amerika. Lees het vakantieplan eerst onder deze kaart van Noord-Amerika. Prik de punaise dan in de plaats waar hij heen moet. Nou, dit is dus ook aardrijkskunde. 6 continenten, 6 klanten die op vakantie willen. 1 punaise die aan moet geven waar hij heen wil, hij of zij heen wil. Nou ja, lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Ik wil naar het stad, het land waar Ontario en Galgari te vinden zijn. Die heb ik al gevonden. Ik wil jullie eerst, ik weet alweer wat ik wou zeggen. Het wordt morgen 29 graden, woensdag 31 graden, donderdag wordt het 32 graden, vrijdag wordt het 29 graden en zaterdag wordt het ook weer een fijne 32 graden. Wat betekent dat we een hittegolf gaan krijgen? Een hittegolf betekent wanneer er 3 dagen achter elkaar boven de 25 graden is geweest, als ik het goed heb. Oké. 1 weg, nu nog 5. En we zijn op weg naar de stadspoort. Dus, we krijgen niet golf. Waar is de volgende vogel heen? De tweede vogel wil graag naar Afrika vliegen. Lees het vakantie. Dit vogelperspectief maakt me duizelig. Ik wil het land zoeken waarvan Cairo de hoofdstad is. Nou, de junior detectives gaan ook een keer naar Egypte. Daar gaan ze met de hele groep. Dus ze worden niet opgesplitst zoals in de andere spellen. Is het altijd Cairo. Maar sommige mensen zeggen ook Cairo. Uitstekend. De tweede vogel gaat. En als ik dat spel ook vind, dan zal ik dat ook met jullie delen. En we kunnen deze boom toppen verlaten. Nu naar de volgende kaart met het vakantieplan. De derde vogel wil naar Europa vliegen. Prik de punaise. Nou, Rome. Wat is de hoofdstad van Rome? Of waar is Rome de hoofdstad van? Vlieg met vogeltje. Ga op vakantie. Nog even geduld. Gaan ze met het hele gezin, denk je? Nu nog weer een kaart. Nog een vogel en nog een ander vakantieplan. Amsterdam ligt niet in Groningen. Oké, nu de volgende vogel. Ik wil. Ankara is de hoofdstad van het land dat ik wil bezoeken. Ankara, Turkije. Oké, 4 vogels zijn weggestuurd, nog 2 te gaan. En dit is ook bijvoorbeeld allemaal nog van voor de oude spelling en voor de. Voor al die dingen die via een bepaalde voor een bepaald jaar zijn ingevoerd. Dus het kan zijn dat sommige fouten. Dus nou ja, dit is allemaal van dit is allemaal toen in 2000 in 2002 is dit uitgebracht, dus toen klopte dit allemaal nog maar. Dus zo in grote lijnen klopt het ongeveer nog. En tot slot, de laatste vogel wil naar Zuid-Amerika vliegen. Nou, wie kan mij vertellen wat het laatste continent is dat in deze vakantieplannen ontbreekt? Dit vond ik altijd wel een mooi stuk. Gaaf. Kijk, de stadspoorten, eindelijk. We hebben beide sleutels nodig, maar er is maar 1 sleutelgat. We nemen beide uit de rugzak en zien het vanzelf. Nou, wie een beetje heeft opgelet zal zien
wat er met de sleutels gebeurt. Oh ja. Wauw, de twee sleutels worden samen één sleutel. Nou, je zag net dat er bij de sleutels nog vijf deeltjes zaten in de rugzak van Kim. Wil je weten hoe je aan die beeldjes komt? Zal ik zeker op mijn kanaal abonneren, want ik upload van sommige spelletjes ook nog extra, een filmpje met extra informatie. Dus nou ja, abonneer en blijf op de hoogte. Deze drie beeldjes, hoe je die dan te pakken krijgt, dat laat ik later een keer zien. Kijk, het is Matra. Denk je dat hij slaapt? We gaan hem lekker pakken. Wacht eens, Kim. Er schiet niet iets te binnen. Het vliegt. Laat olie, Else etiketten en olieblikken vallen. Waarom klinkt dat zo bekend? Ja. Altijd ben je schildpad. Jij niet, Toppie. Limberger. Pablo Limberger, jij was het al die tijd. Dat klopt, Klaar. De legende van Matra was een handige set om iedereen buiten de stad te houden. Terwijl ik dieren verzamelde voor mijn pelshandel. Alles liep op rolletjes tot jullie een lastige omer een stokje voor stak. Het is gedaan met hem. En jullie twee doen me niks. Gezondheid. Wie bent u? Wij zijn de bewakers van Numeria. Je gemene vijand houdt veel dieren en je oom gevangen in de bodemloze poel der verderfenis. De poel der verderfenis? Je mag er door een van de poorten naartoe. Bouw daar de oude Numeriaanse Matra-val om hem te stoppen. Bouw de Matra-val? Voor deze val zijn slangen nodig, gemaakt van oude Numeriaanse magneten, de serpentijnen. Bewijs de bewakers van de stad dat je eerzaam bent, dan geven zij die serpentijnen aan jou. Kom mee, Margo. Geen tijd te verliezen. Nou ja, en daarmee zijn we in het tweede deel van het spel terechtgekomen. De oude stad. Ook hebben we een nieuw vak wat we moeten leren. Biologie dit keer. Ik vond sommige biologie stukken moeilijk, andere makkelijker. Ik doe het net zoals bij de Breizelij en het Apenrijk. Eerst makkelijk, dan moeilijk. Dus nou ja, laten we gewoon maar beginnen. Biologie en spelling is dit. Jullie rechtse, altijd twee linkerhanden. Berisp ons niet, maar de linkse. We moeten die stenen samen maar weer in de juiste hoek terugzetten. Welkom in de kamer der orde, jeugdige reizigers. Helpen jullie ons in ruil voor serpentijn? Oké, hoe kunnen we helpen? Die stenen passen alle in een van de twee categorieën. De stenen voor de linker categorie zet je in de linkerhanden. En zet de stenen voor de rechter categorie dan in de rechterhanden. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Landdieren en waterdieren. Dit is spelling, of nee, biologie. Dus nou ja, alles gewoon op de juiste plek zetten. Het is gelukt. Auw. Auw. Oef. Je hebt jezelf waardig bewezen. Nu aanschouw de serpentijnen. Die zullen beslist handig zijn bij de bodemloze poelen der verderfenis. Dank u. Dank. Nou, volgende. Hallo reizigers, welkom in de Numeriaanse Kamer der Illusies. Je betreedt hier nu een dilemma.
Nou ja, de Kamer der Illusies, ook weer biologie en gedeeltelijk begrijpend lezen. Je ziet een plaatje, je hebt een tekst, je hoeft alleen maar uit te zoeken wat het is. Ik heb alletjes, maar niet voor bloed. Ik maak voedsel voor mijn plant. Ik krijg mijn energie van de zon. Wat ben ik? Blad, gras, gebroken spiegel, huid van rups, olifant, avondlucht, bontmantel, bos. Ik ga voor het blad. Goed zo. Hier is het tweede plaatje. Drie plaatjes, dan krijg je de serpentijn. Ik zit boordevol sap. Ik heb dezelfde vorm als de aarde. Ik hang aan een boom. Wat ben ik? Ik ga voor een grapefruit. Goed werk. Hier is het derde plaatje. Ik heb geen vleugels. Ik zuig bloed uit mensen en dieren. Ik kan veel hoger springen dan mijn eigen hoogte. Wat ben ik? We gaan voor een loop. Alsjeblieft, de serpentijnen. Hartelijk dank. Nou, en daar zijn we bij de bodemloze putten. Nee. Ga weg. Daar wil ik nog niet heen. Nou ja, dat zijn de bodemloze punten. En dan kan je dus zien gedeeltelijk van de dieren die we moeten redden. En op de laatste staat Kim's oom. Wat is dit hier? Welkom in de Numeriaanse Kamer der Kennis. Onze wetenschappelijke kennis is in mijn geheugen opgeslagen. Een soort oude computer. Dit lijkt op een oud waterrad. Breirad. Brei van de breibrand draait mijn rad en wekt mijn energie op. Oh, een soort oude computer eigenlijk. Breibron. Kim, dit is vast de bron die de hele breigerij voorziet. Meneer Limberger is ons te slim af geweest. Hij liep zijn olievat in de bron. Een goede daad. Ik beloon jullie met serpentijnen. Als je deze zinnen kunt sorteren, zet het hoofdidee bovenaan en dan de andere zinnen in logische volgorde. Aan de slag, Marco. Nou, biologie en begrijpend lezen. Wat ze zei, je moet de eerste zin bovenaan zetten en dan de rest in... en dan de rest gewoon in logische volgorde erbij zetten. En dat doe ik meteen goed. Zo, jonge reizigers. Hoewel, vogels eten vruchten, bla bla bla, en zwaar zaad van een kokosnoot had ook omgekeerd kunnen worden. Nou, de volgende. Welkom in de Numeriaanse Kamer der Structuren. Je krijgt serpentijnen van mij als je dit portret uit de dierenwereld kunt samenstellen. Raap de stukken op van de grond en zet ze dan op de muur, zodat het volledig... Nou, dit is in feite ook een soort van logica. Je hoeft de zin bovenaan niet eens te lezen om... Het enige wat je hoeft te doen is een beetje te puzzelen. Mijn beenderen. Wat ik dus blijkbaar niet goed kan. Maar nu wel. Goed zo. Je serpentijn. Dit vind ik best wel een coole gast. De laatste Numeriaanse kamer. Welkom, o reizigers, in de Numeriaanse kamer der visie. Alle ogen zijn gericht op Quagga. Wat moet er hier gebeuren? De plaatjes in mijn vele ogen, wanneer goed geplaatst, geven antwoord op een vraag over de loop der wereld.
Enkele ogen liggen op de grond. Zet de gevallen ogen op de juiste plaats om een filmpje te zien en serpentijnen te krijgen. Nou, ook, nou ja, dit is een stuk logica en kennis. Ook weer een stuk puzzelen. Ook niet zo heel erg moeilijk. Zeer goed gedaan, kleine avonturiers. Kijk naar het filmpje. Moet wel. Hier is het van 6 ogen naar 1 oog. Hier zijn serpentijnen. Dit vind ik nog het meest op een oog lijken. Bedankt ervoor, mevrouw. We moeten weg. Marco! Nou, en daarmee hebben we de makkelijke categorie afgehandeld. Dus we gaan nu naar biologie moeilijk. En we doen hetzelfde stuk, maar dan in de andere volgorde. Hoe leiden onderzeese aardbevingen tot vloedgolven? Zeer goed gedaan, kleine avonturiers. Kijk naar het filmpje. Hier zijn serpentijn. Dank u. Nou, het volgende spel. Sneeuw. Het onderwerp is sneeuw. Dat klopt niet helemaal. Zullen we Anne en Jeanette maar nemen? Eerst en tenslotte die kloppen. Dat klopt niet helemaal. Zullen we Anne en Jeanette maar even bellen? Dat klopt niet helemaal. Nog een keer. Goed zo. Nou, zo werkt sneeuw dus. De kamer der illusie. Ik ben gemaakt van een plant. Je vindt me vast erg lekker. Pas op, ik ben slecht voor je tanden. Goed zo. Dat zijn suikerkristallen. Hier is het tweede blaadje. Kun jij nu vaststellen. Je kunt dan mijn kogeltje ronddraaien. Ik laat dan markering achter je. Vind mij bijvoorbeeld op mijn bureau. Schijnbedriegt. Probeer het nog maar eens, jonge reizigers.
Goed werk. Hier is het derde. Ik hoop dat je me meer dan eens per dag ziet. Ik heb deze kleuren, maar ook andere. Als je met mij boent, maak ik schoon. Nou, wat zou dat nou zijn? Alsjeblieft, de serpentijnen. Bedankt voor de slang, meneer. Klaar om te gaan, Bortel? Bestaande dieren, uitgestorven dieren. Het is gelukt. Nou, en daarmee hebben we voor de tweede keer de serpentijnen gehaald. Zie je die poelen? Dat was het biologiestuk. Het volgende stuk is spelling. Dus ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. Tot de volgende keer. Dag!